Het is 9 juni 2020. Ik ben weer op het bedrijf van Jaring Brunia. En 2,5 week geleden ongeveer heb ik hier Sjouke opgehaald en meegenomen naar Midden-Delfland. Nou, ik zal later nog wat beelden maken van de stal waar Sjouke nu is. Als ik er niet ben, dan geven Maarten en Sjaak Sjouke melk. Maar de afgelopen 2 weken heb ik Sjouke iedere ochtend en iedere middag Sjouke de fles gegeven. En ze doet het hartstikke goed. En steeds meer mensen die op de boerderij komen, die komen haar ook even gedag zeggen. Nou, achter mij staan de kalfjes die Jaring houdt zelf. Voor de vervanging van zijn veestapel. Die zijn van de stal waar ze eerst stonden, nu de wei ingegaan. Nou, deze kalfjes geeft Jaring nog iedere ochtend en middag melk. Als aanvulling op het gras en het hooi wat ze eten. En die melk zal langzaam en zeker minder worden. Zodat ze helemaal dus overgaan op het gras wat je hier om je heen ziet. Want Jaring is grasgevoerd. Vorige week maandag op Wereldmelkdag heb ik de website www.sjoukdekalf wat verder bekendgemaakt. Nog niet heel veel rugbreid aangegeven. Dat is best wel lastig voor mij om te doen. Maar dat gaat nog wel gebeuren. En de uitnodiging aan mensen om vragen te stellen. Vragen over zonder vlees geen melk. Heeft al heel veel verrassende vragen opgeleverd. Naast de vragen ook heel veel stelligheden van mensen die eigenlijk weten hoe het moet of vinden hoe een ander het moet doen. Maar die blijf ik uitnodigen om wat ze vinden te toetsen in de praktijk. En ook daar is niet één antwoord, maar zullen er meerdere antwoorden zijn of meerdere denkrichtingen zijn. De eerste vraag bijvoorbeeld die binnenkwam van: is melk gezond en hebben we melk eigenlijk wel nodig? En is daar goede informatie over te vinden. En goede werd nog een keer verduidelijkt in objectieve informatie. Nou, dat is meteen al een hele grote vraag, maar ik ga hem zo even aan Jaring voorleggen als ik hem zo zie. Het tweede vraag is van: ja, Hiske, jij hebt nu wel Sjouke. En Sjouke die krijgt 2 jaar een leven buiten in de wei en wordt dan geslacht. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met de kalfjes die bij Jaring weggaan en de handel ingaan? Ik ga kijken of ik een heel stuk of een deel van die vraag kan beantwoorden door te kijken of ik mensen kan vinden met wie ik mee kan lopen. En ook kalveren die in de handel terechtkomen, of ik die kan volgen. Ook daarbij vind ik het heel belangrijk dat ik daar ook geen oordeel of waardeoordeel of veroordeling over wil hebben. De derde vraag, en die kan ik zelf beantwoorden, maar ik zal hem zo meteen ook aan Jaring stellen, is: waarom heb je Sjouke een naam gegeven en waarom deze naam? Ik heb Sjouke een naam gegeven omdat ik vaak merk en zie dat boeren ook namen geven aan hun koeien en kalveren. Dus niet alleen maar een nummer, maar ook een naam. Het verschilt een beetje per boer. Nou, waarom heb ik voor Sjouke gekozen? Nou, we zijn nu in Grauw Friesland. En toen het initiatief begon, toen was het kalf nog niet geboren. Toen dacht ik van ja, het kan een stiertje worden of een kuisje, een mannetje of een vrouwtje. En dan heb je de naam Sjoukje en dat is een meisje. En Sjouke is een jongetje. Dus ik dacht van nou, weet je wat, ik noem het kalf dat nog niet geboren is Sjouke. En toen het bleek dat het een meisje is, ben ik het toch wel Sjouke blijven noemen. Omdat ik toen eigenlijk Sjouke het kalf al als naam had bedacht en niet dat ging veranderen in Sjoukje, het kalf. Dus het heeft een Friese oorsprong. Het heeft een oorsprong in de gedachte van, nou ja, ik weet niet wat het wordt, mannetje of vrouwtje. En in het Fries heb je die toevoeging kje of ke. Dat is vaak een indicatie van of het een meisje of een jongetje is. Nou, ik heet zelf Hiske. Nou, dat is eigenlijk een jongensnaam van oorsprong, maar het is nu een meisjesnaam geworden. Dus dat kan ook nog. Andere vraag die binnenkomt: hoeveel melk kun je produceren zonder te veel vlees te produceren? Of hoeveel vlees hebben we nodig en hoeveel melk is daarvoor nodig? Want veel mensen weten toch niet dat heel veel vlees afkomstig is uit de melkveehouderij. Natuurlijk heb je ook een vleesveehouderij, maar bijvoorbeeld de kalfjes en de hele kalverwereld en de kalverindustrie of kalverhandel, dat is echt een handel die gerelateerd is aan de melkveehouderij. Ik ga toch de komende tijd, de komende maanden, daar toch me in verdiepen en is bij verschillende boeren vragen van hoe zij dat
ja, hoe zij daarnaar kijken en ook eens kijken of er al verschillende onderzoeken naar is gedaan. Mocht jij naar aanleiding van de video's denken van, hey, hij zegt hier nou wat, maar ik snap het niet. Nou, laat het weten via de website en dan ga ik kijken of ik daar een vragen over kan stellen of mensen bij kan zoeken die de vraag kunnen beantwoorden.